wereld. Het coronavirus houdt ons land in de greep. Ons en de rest van de wereld. Samen staan we voor een opgave zoals dagelijks leven drastisch veranderd. Veel mensen zullen het gevoel herkennen dat we de laatste weken in een nachtbaan zitten in Nederland, die steeds sneller lijkt van rijden. En sorry, dat mag niet meer. Sorry. Nee. Over. Ik wil het nog wel. Zo, ja. Erg, zo gewoon. Hi guys, het is dus dag 1 van de quarantaine. Miss Rona is in het land. Chaos everywhere. Ik had echt niet verwacht dat het zo ver zou komen. Maar ja, here we are. De scholen gaan dicht tot en met 1 april. No wonder dat niemand het serieus neemt. Het voelt ook als één grote grap. Alsof Rutte bij de volgende persconferentie gaat zeggen... Dat is een prank, joh. Maar guys, zo moeilijk moet het niet zijn. Niet uitgaan, lekker in huis blijven, geen menselijk contact. Hey, de introvert in mij is hartstikke tevreden. Scholen blijven open als het goed is. Waarschijnlijk gaan ze online verder. I don't know hoe dat gaat lopen. Ik ben vooral pissed als een film... fanaat, dat letterlijk alle bioscopen zijn gesloten en alle films waar ik naar uitkeek, dat die gewoon echt nowhere to be found zijn. Corona die rukt letterlijk mijn hobby uit mijn eigen handen en ik weet niet hoe ik ga functioneren. Echt, ik moet heel veel andere hobby's ontdekken nu kennelijk. Maar ja, hoe lastig dat aspect voor mij ook zal worden en voor iedereen waarschijnlijk. We moeten gewoon in huis blijven, jongens. Heel belangrijk natuurlijk, riskeer je eigen leven niet en ook niet die van ouderen die nog kwetsbaarder zijn. De enige reden dat je naar buiten zou moeten gaan is voor boodschappen en voor de rest stay at home. Onze grootouders hebben gevochten in oorlogen. Guys, wij kunnen heus wel voor een paar weekjes thuis zitten. Seriously, er worden overal memes en grapjes gemaakt, maar guys, binnenblijven, hoe moeilijk kan dat zijn? Het is vandaag dag 9 van de quarantaine en ik moet zeggen, ik vermaak me prima. Ik heb echt zoveel leuke dingen kunnen doen en ik heb nieuwe hobby's gekregen. Like, Gina en ik konden niet eens gaan naar Disneyland, want het is natuurlijk gesloten. Dus we hebben maar zelf geïmproviseerd en we hebben zeg maar met VR iets gedaan met de achtbaan. Dus praktisch hetzelfde. En ik moet zeggen dat ik iets nieuws heb geprobeerd. En voordat ik ga zeggen wat het is, niet judgen, oké. Ik was een van jullie, ik judge ook. Ik kon er niet uitstaan. Als ik gewoon echt eraan denk, dan heb ik een beetje die walging van mezelf. Maar ik heb dus een TikTok gemaakt. Niet judgen, oké. Ik heb een TikTok gemaakt, maar ik ben niet zo erg natuurlijk. Ik heb niet de app gedownload of zo. Ik heb het gewoon op Instagram zelf gemaakt met het liedje eronder gezet, weet je wel. Maar ik moet zeggen, als ik heel erg eerlijk ben, is het gewoon eigenlijk best wel handig. Want kijk, alle sportscholen in Nederland zijn nu dicht. Dus wat je nu kan doen is gewoon die choreografieën gewoon echt achter elkaar doorleren. En dan ben je in ieder geval een uur bezig met bewegen voordat je de hele choreografie onder de knie hebt. Dus dat is gewoon echt ideaal. Nee, dat is te snel. Not my proudest moment. Vandaag is dag 14 van de quarantaine en ja, ik verveel me nu wel een beetje. Ik heb bijna echt alles al gedaan wat ik heb kunnen doen en ik mis mijn vrienden heel erg. Daarom ga ik zo met een paar houseparties, ook al haat ik videochatten. Ik vind het gewoon echt niet fijn, maar ja, weet je, in dit soort omstandigheden moet je toch wel connected blijven. Dus ik zal het proberen. Hey! Hey! Hoe gaat het dan met jullie? Ja, hetzelfde als gisteren eigenlijk. Of eergisteren. De dag ervoor. Ja, dat snap ik enigszins wel. Maar heeft iemand van jullie echt iets leuks gedaan de laatste paar dagen? Ik heb deze tekening gemaakt. Oké, Charlotte, dat is heel erg verontrustend. En daar gaan we het zeker een andere keer over hebben. Maar heeft iemand van jullie nog iets anders te melden? Ja. Nou, ik ben gisteren eens naar een supermarkt geweest. No way. Nee, echt? Dankjewel, guys. Het was zo gek. Alle schappen waren gewoon leeg. Ja, mijn moeder die ging laatst ook boodschappen doen en gewoon al het wc-papier was op. Ja. Ja, dat weet ik dus nou echt niet, hè? Want die oudere mensen die thuis zitten, ze kunnen niet naar buiten. Je moet gewoon ook hun S kunnen afvegen. Ja, echt heel erg asociaal als mensen dat doen. Ja, zij heeft natuurlijk gelijk. Ik bedoel, als ik boodschappen ga doen, neem ik alleen maar de hoognodige dingen, weet je wel.
En de anderhalve meter regel, er is echt niemand die dat net zo serieus neemt als ik. Jean, ik kom binnen anderhalve meter op je af. Hey. Ga je doen dan. Maar guys, als niemand anders wat interessants te melden heeft, dan... Theo. Wie is Theo? Ja, Theo, mijn hamster. Hij had last van zijn pootje, dus ik heb hem in de wasmachine gestopt en nu is hij dood. Maar ik geloof dat hij mij heel dankbaar is dat ik dat heb gedaan en dat zijn ziel mij zal beschermen tegen het coronavirus. Oké. En on that note? Ja, ik denk dat ik maar eens moet gaan. Ja, het wordt alweer een beetje laat. Ja, ik... Oké. Houseparty doen we dus echt nooit meer. Nou, vandaag is dag 27 van de quarantaine. Wie houdt het nog bij, hè? Want het gaat voor de eeuwigheid door. En ik moet zeggen, ik heb alles al gedaan. Ik ben gewoon toe aan wat verandering, jongens. Ik ben gewoon toe aan wat verandering en ik trek het helemaal niet meer. Oké, ik ga gewoon, I guess, doen wat ieder blank meisje doet als ze een mental breakdown heeft, want ik weet niks anders om te doen. Hey, heb jij het al van Jill gehoord? Nee. Wat is er gebeurd dan? Quarantaine werd je echt te veel. Ik bedoel, hij werd helemaal gek. 2007, Britney gek. Oké, wacht. Britney, als in Britney Spears. Dan meen je niet. Ach, les eraf. Ik kan toch echt niet geloven, maar het is zo. Nee, je lult. Nee, dat geloof ik echt niet. Gee, waar ga je heen? We moeten binnen blijven. Hou op je paraplu, het is regenwind. Gee. Hi guys, hier is dan de veel aangevraagde corona-video. Ik kreeg zoveel berichten dat jullie een corona-video wouden. Ik was zo van, oké, nou, wat moet ik hiermee? Dus ik heb wat sketches geschreven en met de hulp van wat familieleden en vrienden heb ik dat helemaal gewoon goed kunnen doen. Shoutout naar al deze namen voor het zijn in deze video. Er is iets anders aan mij zoals jullie zien. Ik heb mijn haar een beetje eraf geschoren. Ik had mijn krullenbol echt iets voor 2-3 jaar en ik dacht, het is tijd voor iets nieuws. Dit staat niet vast, ik wil gewoon mijn haar weer opnieuw laten groeien zodat het er dikker uitkomt. Anyway, make sure to like, subscribe en share if you care. Volg mij op mijn Insta voor meer updates over dit kanaal. Als jullie video recommendations hebben, laat ze me vooral weten in de Insta DM's. Oké, that's it guys. Ciao.